Het Vechtstreekmuseum bestaat dit jaar alweer 25 jaar. Ter ere hiervan zal er in het jaar 2020 op verschillende manieren aandacht aan worden besteed. Afgelopen dinsdag vond een feestelijke bijeenkomst plaats voor oud-medewerkers. Ja, waarom houden wij deze bijeenkomst vandaag? Dat doen we met de oud-medewerkers die bij ons hard gewerkt hebben aan het museum tot wat het nu is. Het museum bestaat 25 jaar. Eerst was het gevestigd hier. Nu is het groter geworden. En we vinden het leuk om te laten zien wat er in die 25 jaar is gebeurd, waar zij aan meegewerkt hebben door middel van de presentatie. En voor de rest is het een gezellig samen zijn en opmaat naar een nieuwe grote tentoonstelling. De oud-medewerkers werden ontvangen met koffie en taart. Hierna vond er een presentatie plaats over de ontwikkelingen van het museum in de afgelopen jaren. In 1997 kreeg het museum de mogelijkheid om dit schilderij in bruikleen te krijgen. En dat hangt hier nog steeds, gelukkig, want dat is een van onze mooie werken. In de eerste plaats heeft het in het verleden het karakter gehad van een lokaal museum, echt het Maarsens Museum. Waarbij hele mooie dingen zijn tentoongesteld, moet ik zeggen, als je de geschiedenis induikt. Ja, we zijn groter geworden, we zijn uitgebouwd. We hebben meer spullen en objecten uit de gehele Vechtstreek. En we willen ons afficheren als het Vechtstreekmuseum. Dan even een schets van hoe het eruit zag. Dus de inhoud zat aan de andere kant. Ik begon als gastvrouw, dus gewoon mensen ontvangen. Maar al heel gauw werd ik gids. En heb ik mensen gegidst door het museum heen. Daarna ben ik samen met Rosie ook, en nog anderen natuurlijk, tentoonstellingen gaan inrichten. Dus alle materialen bij elkaar zoeken, mensen aanschrijven en echt de inrichting in het museum doen. En daar kwam eigenlijk heel goed voor pas dat ik ook bij de cirkel werkte, bij de kringloopwinkel. Want daar kwamen af en toe dingen binnen die wij heel goed konden gebruiken hier voor het museum. Dus dat heb ik ook gedaan. En nog later kwamen de vragen van buiten of ook gegidst kon worden vanaf de boot. Voor mensen die een boottocht over de Vecht gingen maken. En dan ook wat geschiedenis over de Vecht vanaf het water. Dus met name de theekoepels en de buitenhuizen. Dus dan ging ik op de boot mee en dan vertelde ik vanaf de boot iets over de Vecht. En dat werd dan meestal gecombineerd met een bezoek aan het museum. Ja, dat was hartstikke leuk. De bijeenkomst was een geslaagde middag voor alle oud-medewerkers. Komend jaar heeft het museum nog meer op de planning staan om het 25-jarige bestaan te vieren. Nou, in de eerste plaats wat heel belangrijk is dat er een grote tentoonstelling komt. Met topstukken uit de Vechtstreek, zoals we dat noemen. Ik zelf weet ook niet welke topstukken er allemaal zullen komen. Er wordt een beetje geheimzinnig gewerkt door het organisatiecomité. Maar je mag verwachten dat daar grote namen zijn uit de Vechtstreek. Er komen de nodige lezingen die te maken hebben natuurlijk met het leven in de Vechtstreek en het wonen in de Vechtstreek. Het programma wordt binnenkort helemaal bekendgemaakt. Ja.